Ja, je moet altijd eventjes wachten. Nee, ik kreeg net even een telefoontje. Dat plaatje hier van Johan Oldenkamp, dat is dus ons zonnestelsel. En wat hier volgens mij terecht wordt afgebeeld, is dat de planeten die draaien in een plat vlak om de zon. En Newton die heeft er ook wel wat over te zeggen, dat hij namelijk vertelt dat alles met een massa, dat trekt elkaar aan en is onderhevig aan een bepaalde beweging. En daarom draait de aarde dus in een stabiele baan om de zon. Terwijl die eigenlijk voortdurend naar de zon toe aan het vallen is. Dat die daardoor aangetrokken wordt. Einstein heeft er ook hele leuke bespiegelingen over gehouden. En op zich krijg je dan zoiets als dit. En wat we hier dan zien, in het midden zien we de zon. En dan heb je daar een ezelsbruggetje voor. En die luidt: mijn vader at meestal jonge spruitjes uit nieuwe pikkela. Niet een hele makkelijke ezelsbrug, maar hij werkt wel. Dus mijn vader at meestal. Dus mijn, dus M, is de Mercurius. Vader is V, dus Venus. En mijn vader at, dus A, is de 3, dat is de aarde. En dan krijg je de M van Mars en ja, de rest. Mijn vader at meestal jonge spruitjes. En dan krijg je Saturnus als zesde planeet. En ik weet niet of dat deze uitzending is waar ik daar niet helemaal bij stilstaat, maar dat maakt ook niet zo gek uit. Ik moet nu even naar 1954. Nee, het is 9 minuten 54, ja precies. Het gaat om dit plaatje. En wat is dit? Wie volgt hier iemand nog? Zo, dit is dus die afbeelding, dus dat die zon die gaat dus keihard vooruit in een rechte lijn of zo. Die zon die gaat ergens naartoe. Dat is mij niet duidelijk hier. En dan Mercurius, dat is de kleinste planeet, toch? In ieder geval de dichtstbijzijnde bij de zon. En die heeft dan niet echt een goede sinus. Je kan het gewoon zien, het is flauw om dit helemaal te gaan uitmeten, maar je kan gewoon zien dat die bovenkant hier bijvoorbeeld, ik ga nu niet klikken want dan gaat de film lopen, maar dit is een beetje bollige bovenkant. En dan hier heb je echt zo'n achtbaan onderkant. Dus wat we hier zien is een optelling van frequenties. En welke frequenties zijn dat dan? En waarom is het dan precies zo? Ik weet het niet. Ik kan het hieruit niet opmaken. En dan kunnen we even gaan luisteren naar Johan. Of hij dan, Johan Oldenkamp. Of Johan Oldenkamp dan iets ter verduidelijking kan zeggen. Want we zien nu allemaal dat is die frequentie van Venus. Dat die dus hier zit er een hogere frequentie in. En Mercurius heeft hem hier ook. En Terra, dat is de aarde, zit hier ook zo'n knikje in, terwijl die hieronder is die nogal platter. En ook hier gaat hij iets steiler omhoog en dan gaat hij daar iets langzamer omlaag en dan gaat hij hier weer wat steiler omhoog. Dus, hoe kan dat? En dat gaat hopelijk dan Johan Oldenkamp ons nu uitleggen. Die hellingsroepen die ecliptica omlooppaden hebben, dus dat verhaal is niet helemaal waar. Maar je zou het, als je het zeg maar in slow motion zou kunnen bekijken en er zou een soort staat achter zitten, een soort gemtrek, nog om even een grapje te maken, dan zou je dit soort banen kunnen gaan zien, mocht je van een zijkant hier naartoe kijken. Ja, dus in verte is het een soort driedimensionale helixbeweging, een soort schroefbeweging waarin de planeten om de zon Helios heen schroeven. Ja? Kijk, dat wisten we natuurlijk al. Dat er sprake was van een schroefbeweging. We willen natuurlijk weten welke kant beweegt de aarde op. Of de zon. We gaan met z'n allen met de zon mee.
welke kant gaat hij op? En ja, we gaan dus kennelijk nogal wiebelig om de zon heen. Niet in nette cirkeltjes, maar een beetje elliptische dingen of zo, weet ik veel. En wat voor dingen dan? En hoe is dat gemeten? En wat Johan Oldenkamp zich dan op beroept, is het feit dat diegene van wie hij dit gehoord heeft, die komt uit India. Ja, dat mag. Ik heb helemaal geen moeite met het feit dat er mensen uit India komen. Ik zou niet weten waarom ik, omdat iemand uit India komt, dat ik tegelijk denk, oké, dan hoef ik helemaal geen bewijzen, dan geloof ik het wel. Waarom zou ik zo in elkaar moeten zitten? En nu gaan we naar 11:10. Ik ga eventjes Johan even laten praten, ja? Zo'n zonnestelsel maakt in feite zo'n soort beweging, een soort spiraalbeweging naar ons toe, in dit geval dan. En vanaf de zijkant zou je dan zoiets zien, een soort groot veld eromheen. Dit is dan de heliosfeer, ja, dat is zeg maar die magnetische bol om de zon helios heen, waarbinnen wij zitten. We worden als het ware beschermd door dat grote magnetische veld. En die, ja, die heeft een soort staart, een energetische staart, omdat hij met enorme snelheid rondgaat. En het gaat rond het midden van de Melkweg. Dat zal ik zo goed laten zien. Ja, hier moet ik even stoppen. Want wat hij dus hier. De vorige uitzending hierover, daar heb ik gewoon een aantal fouten gemaakt. Maar nu blijkt toch echt dat Johan Oldenkamp mij op het verkeerde been zetten. We gaan nog even naar hem luisteren. Ja, dus ons zonnestelsel maakt in feite zo'n soort beweging, een soort spier. Hoor je dit? Ja, dus ons zonnestelsel maakt in feite zo'n soort beweging, een soort. Ons zonnestelsel maakt dus zo'n soort beweging. Maar wacht eens even. Het was toch de zon die ging gewoon recht vooruit. En dit waren die spiralen. Dus hier ben ik hem echt even kwijt. Ja, dus ons zonnestelsel maakt in feite zo'n soort beweging. Een soort spiraalbeweging naar ons toe. Een spiraalbeweging naar ons toe. We kijken hier. Wat bedoelt hij eigenlijk? Het kan toch ook gewoon het. Nee, waarom gaat het zonnestelsel op deze manier niet van ons af? En trouwens, waarom, als dit het zonnestelsel is, wat jullie net gehoord hebben, waarom wordt hij dan de kleur blauw gebruikt? Dat is niet de eerste kleur die mij te binnen schiet als ik denk aan het zonnestelsel. Luister even verder. In dit geval dan. En vanaf de zijkant zou je dan zoiets zien, een soort groot veld eromheen. Dit is dan de heliosfeer. Ja, dat is zeg maar die magnetische bol om de zon helios heen, waarbinnen wij zitten. We worden als het ware beschermd door dat grote magnetische veld. En die heeft een soort staart, een energetische staart, omdat hij met enorme snelheid rondgaat. En het gaat rond het midden van de Melkweg. Dat zal ik zo goed nog uit. Oké, dus hier gaat het dan over, je ziet dat bolletje. En dat is dan het zonnestelsel, mag ik aannemen. En wij trekken dus een staart achter ons aan, een soort chemtrail. En hoe lang houden we dit vol? Ik bedoel, als je er iedere keer zo'n staart achter je aantrekt, dan moet dat bolletje aan de linkerkant toch voortdurend steeds kleiner worden, lijkt mij. Of is het zo dat wij iedere keer vanuit het universum krijgen wij brandstof aangereikt om een mooie staart te kunnen maken, ook het nieuwe voorjaar? Want we gaan dus wel degelijk in de rondte, volgens Johan Oldenkamp. Dat dan weer wel. Dat was in een soort draaimolen. Maar er zit dus een staart achter ons. Nou, jullie begrijpen allemaal wel dat
Zowel die tekening van die springveer, van dat blauwe metaal, en die andere tekening. Die beide tekeningen die zijn gemaakt met de GIMP of zo. Of weet ik veel, een of ander constructietekeningprogramma. Apple Picture, Apple Paint of zoiets. Maar dit zijn geen foto's. Dit zijn geen waarnemingen. Althans, als dit modellen zijn op basis van de waarneming, dan kunnen we concluderen dat dit alleen maar modellen zijn op basis van geheime waarnemingen. Want wie heeft die staart gezien? Die achter ons zonnestelsel hangt. En die staart die hangt dan altijd boven de Noordpool. Of zo. Of die hangt bij de Zuidpool. Is dat zo? Die staart hangt bij de Zuidpool. En daarom mag niemand op de Zuidpool komen, want daar hangt die staart. Ja. Of hangt die dan juist bij de Evenaar? Ja. Volgens mij moet die staart bij de Zuidpool hangen. Maar dit is geen foto van de aarde. Van de aarde in het zonnestelsel. Hè? Dit is gewoon een of andere paintbrush operatie. Ja, die kan ik ook maken. Nou, dan krijgen we deze. Ja, energetische staart, omdat hij met enorme snelheid rondgaat. En het gaat rond het midden van de Melkweg. Dat zal ik zo goed laten zien. Ja, en één zo'n randje, wat je hier dan ziet van die spiraal, in zo'n rondgaande beweging, of wat kan ik nog wat tekenen. Dat wordt het grote jaar genoemd. Dat was Plato noemde dat het grote jaar. Want één zo'n rondje, ja, het is natuurlijk niet echt een rondje, het is een lus van een spiraal of een cirkel, het duurt bijna 26.000 jaar. En zo'n cyclus van bijna 26.000 jaar, het grote jaar volgens Plato, dat wordt ook de precessiecyclus genoemd. Waarom? Omdat de lente-equinox eigenlijk steeds teruggaat, als het ware, teruggaat ten opzichte van de jaarlijkse opschuiving van de zodiac tekens, van de tiering tekens. Ja, we hebben heel lang in vissen gezeten en we zijn in 2012 in het tijdperk van waterman aanbeland. Want het grote jaar is verdeeld in 12 gelijke delen van ieder 6 keer 6 keer 6 decennia, oftewel 2160 jaar. Ja, 6 keer 6 keer 6 is natuurlijk een belangrijk getal, 666. En dat betekent dat we nu in een heel ander tijdperk zitten, energetisch tijdperk zitten dan daarvoor. Veel mensen snappen dit niet helemaal, die snappen niet dat die zodiac-tekens, die zijn inderdaad allemaal niet even lang, maar die tijdperken zijn wel allemaal even lang. Ik leg dat in mijn nieuwste Nederlandstalige boek, leg ik dat heel nadrukkelijk uit, maar ik ga nu weer sneller, anders kom ik weer een tijdprobleem. Ja, ik begrijp het natuurlijk wel. De zodiac-tekens zijn niet allemaal even lang. Maar ze duren wel allemaal even lang, of zo. Wat zei die nou net? Even een paar stapjes terug, hoor. Ja, oftewel 2160 jaar. Ja, 6 keer 6 keer 6 is natuurlijk een belangrijk getal, 666. En dat betekent dat we nu in een heel ander tijdperk zitten, een energetisch tijdperk zitten, dan daarvoor. Veel mensen snappen dit niet helemaal, die snappen niet dat die zodiac-tekens, die zijn inderdaad allemaal niet even lang. Maar die tijdperken zijn wel allemaal even lang. Oké, dus de zodiac-tekens zijn niet allemaal even lang, maar de tijdperken wel. Ja. En dan gaan we eventjes even controleren. Ik wil het wel echt eventjes weten. Zes. Ja. 6 keer 6 is. Even kijken. Oh ja, dat zijn decades. Dat mag. Dat mag je zeggen. Ja. Dus er mag een 0 achter. Dan krijg je keer 10. Is dus dit. Oké, en dan waarschijnlijk keer 12. Is 25.920
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat zal best kloppen. En dit is dan de omgangssnelheid waarmee de zon spiraalt. Terwijl het op weg is rondom het middelpunt van het universum. Zo. Ja, dat zal best. En dat Plato dat al zei, ja. Wat maakt dat dan weer uit? Wat ik interessant vind is, waar blijkt dat uit? Gewoon neem een statief en een laser, laserlicht of zo. Of, ja, bijtel een camera vast in een blok beton, zodat je zeker weet dat die altijd dezelfde kant op staat. En dan digitale verwerking erachter. En dan kunnen we kijken hoe het boeltje draait. En dat zijn dan dingen waar je ook kinderen iets mee kan leren. Van kijk eens, zo makkelijk is het. Nou, dan gaan we dus naar 1340. Dan zijn we bijna klaar. Voor deze bespreking. Want hier gaan we het hebben over Sirius. Dan komen we even Johan Oldenkamp. De twee. Maar vanuit ons aardoppervlak gezien lijkt het één hele heldere ster. Het is de meest heldere ster aan het nachtelijk firmament. Het is niet het meest heldere lichtje, want soms weerkaatst bijvoorbeeld Venus het zonlicht. En dan lijkt Venus helderder te schijnen dan Sirius. Ja, ook een volle maan is uiteraard vele malen helderder dan Sirius. Maar van alle echte sterren is Sirius de helderste. En dan komt omdat ze relatief dichtbij staan. Nou, ik denk dat bijna iedereen het inmiddels al weet, als je sterren dat Orion hebt. Ja, en je neemt hier deze drie in het midden van, dit wordt een gordel van Orion genoemd. Als je die achterste twee die lijn doortrekt, kom je ongeveer uit bij Sirius. Dus het is heel makkelijk om die te vinden. Orion is niet het hele jaar door te zien, maar als hij te zien is, is het een heel duidelijk sterrenbeeld. En dan kun je heel snel zien wat Sirius is. Ja, dus dat is allemaal erg eenvoudig. En ja, die cyclus die wij doormaken, dit grote jaar, van bijna 60.000 jaar, dat is gekoppeld aan de rondgang van Sirius. Die maakt eenzelfde soort rondje. Allebei zijn natuurlijk spiraalbewegingen, maar die zitten energetisch aan elkaar vast. Dat wil zeggen dat deze lijn, die rechte lijn tussen Helios en Sirius, gaat altijd precies door het midden van, ja, je kunt dit het fysica Pisces noemen. Ja. Ja, dat waar Johan Oldenkamp een uitspraak over doet, is dat er dus een cyclus is. En die duurt dus 26.000 jaar om te voltooien. Nou, daarvan, van die totale omgangscyclus, dus als het zo'n hele cirkel, als dit 26.000 jaar is, hè, ja, hoe lang is dan het leven van Johan Oldenkamp? Dus dan heb je dus, doe het door gedeelde 4, heb je dat kwartje. Nou, 26, dan noemen we dat 5000 jaar, zeg maar. 5000 jaar, dat is een kwart daarvan. En dan doen we dat weer door de helft. Dan hebben we zo'n stukje. Dat is dan 2500 jaar. Dan doen we dat weer door de helft, dan heb je zo'n 1000 jaar. Zo. En dat weer door de helft, dan heb je zo'n even een stukje. Dan zitten we op 500 jaar. En dan moet je nog ietsje omlaag, heb je dus 256 jaar. Een beetje flauw, 200 jaar. En hier 100 jaar zou Johan Oldenkamp maken als mens dit stukje mee. Ik hoop dat jullie de beweging van mijn muis kunnen zien. Maar veel meer heeft Johan Oldenkamp bij leven niet meegemaakt. En trouwens, toen hij was als baby, had hij er echt niks van in de gaten. Dus het is nog een klein stukje kleiner. Dus hoe kan Johan Oldenkamp nou weten dat hele ding 26.000 jaar duurt. En dat Plato het gezegd heeft en dat het een leuke veelvoud is van 6 keer 6 keer 6. Ja, dat is al best. Dat klopt ook allemaal wel. We hebben net namelijk met z'n allen nagerekend. Ik kan ook 7 keer 7 keer 7 doen. 3-2-2 en dan nog iets anders, vrijmetselarij erbij. Maakt mij niet uit.
Maar ik wil graag weten waarom dingen zo zijn. En hoe je dat kan weten, want dat vind ik interessant. Dus als Johan Oldenkamp het er echt zeker weten, als hij maar zo'n heel klein stukje van die cirkel in zijn leven überhaupt zou kunnen meemaken, wat je bijna niet kan aanwijzen. Dus een jota van het geheel maakt hij bij leven mee en daarvan alleen nog maar het stukje waarbij hij wakker was. Want als hij zat te slapen, ja, of hij had een heldere droom of zo. Maar meestal als je slaapt, als ik slaap, dan maak ik niks mee. En dan wil ik 's morgens overnieuw beginnen. Dus je maakt me zo weinig mee. Hè? En hoe kan je dat dan weten, dat dit zo is? Hè, en deze dans van Helios en Sirius, dit is dus op 9 lichtjaar afstand, toch? Want die roodverschuiving die er dus is, die schijnt wel zo te zijn of zo. Maar dan heb je het over die roodverschuiving van die ene ster. En dan heb je het over een roodverschuiving van 4 kilometer per seconde of zo. Echt bijna niks. Dat kan je niet, denk ik, als mens zien. Denk ik. Maar dan mag iemand mij een corrigeren. Een gokje zou zijn, dat kan je niet zien. En het gaat Johan Oldenkamp wel beweren. En mijn vraag blijft dan nog steeds. Deze twee cirkels die zijn dus over elkaar heen getekend. Maar ze liggen dus op 9 lichtjaar afstand. En dat zal dan wel. Dat zal. Dat kan. Het zijn gewoon, ja, ze maken dus samen een spiraalbeweging. En al heel erg lang zitten we op dezelfde afstand. En Johan Oldenkamp heeft zoiets van, nou, Helios die draait in precies dezelfde schroefbeweging als Sirius. Dat kan geen toeval zijn. Maar hoeveel rondjes baseer je dat op? Misschien draaien we wel gewoon toevallig nu even temporeel 1 rondje samen. En dan komt die hele Canis Major, die gaat een beetje lopen protesteren. Die denkt, wat doet die Helios hier? En dan komt een of andere trilling en dan gaat hij weer anders. Of kan dat niet? Is dat te chaotisch wat ik nou zeg? Hij moet het allemaal perfect kunnen kloppen met dat het het vissenbeeld is. Alleen dan is het goed als je er een mooi plaatje van maakt. Nee, natuurlijk niet. Ik kan ook wel een mooi boek schrijven over de moeder van mijn dochter. Kan ik ook doen. Ga ik nog een keer doen ook hoor. Echt een mooi boek. Dan ga ik pas echt liegen. Nee, dat doe ik niet. Hey, lieve mensen, hartstikke fijn dat jullie naar mij hebben willen kijken. En dit was dus over Johan Oldenkamp. En dat was het gelijk van Johan Oldenkamp, een nummer 4. En dat was uitzending 53. Als ik het wel heb. En een fijne avond allemaal. Tjus.